In deze kennisclip gaan we systematisch doornemen hoe je de pupilreacties beoordeelt. Voordat je begint aan het beoordelen van de pupilreacties, moet je 3 dingen beseffen. Eerste is, hoe is het licht in de kamer? Zorg dat de kamer niet te donker en niet te licht is, zodat de pupillen groot genoeg zijn om nog kleiner te kunnen worden zodra je een lichtbron aanbiedt. Het tweede is, wees je bewust van de lichtbron zelf. Kies een lichtbron die niet te veel strooilicht heeft. En als je strooilicht heeft, zorg dat je de hand tussen de ogen kan houden om strooilicht te vermijden. Ik zal nu 3 lichtbronnen laten zien om het verschil ietsje duidelijker te maken. Bij deze blauwe penlight zie je dat er een beetje flikkerend licht is met veel strooilicht. Als je dit hebt in de dagelijkse praktijk, kan je het beste de penlight dichterbij houden om een goede sterke lichtbron te garanderen. Hierbij is het nuttig om het strooilicht te voorkomen door de hand tussen de ogen van de patiënt in te houden. Een alternatief is om te zorgen dat je een penlight hebt die een wat meer geconcentreerd licht zonder strooilicht geeft. Dan heb je de hand tussen de ogen niet meer nodig. De allerscherpste lichtbron is die van de oftalmoscoop. Die geeft eigenlijk helemaal geen strooilicht en geeft een mooi, consistent en fel licht waarbij je de pupilreacties optimaal kan beoordelen. Maar ik begrijp dat deze niet in alle situaties voorhanden is. Als je hebt nagedacht over het kamerlicht en de lichtbron die je gebruikt, is de derde factor de benadering van de patiënt. Op het moment dat je de patiënt benadert onder een hoek, kan deze in de verte kijken, waardoor er geen meiosis optreedt door accommodatie. Als je de patiënt benadert met jouw gezicht voor het gezicht van de patiënt, zal deze focussen op jouw gezicht en daardoor de accommodatie die er optreedt ook een verkleining van de pupil optreden. En dan kan je niet in optimale omstandigheden de pupilreactie beoordelen. Als dan al deze voorwaarden is voldaan, kan je vervolgens overgaan tot het beoordelen van de pupillen zonder lichtreactie en vervolgens met het aanbieden van een lichtbron. We zijn nu klaar om de pupillen in 5 stappen te beoordelen. De eerste stap is beoordeling van de pupillen zonder een lichtprikkel aan te bieden. We kijken dus in rust naar de symmetrie van de pupillen. Zijn ze even groot en hebben ze allebei dezelfde ronde vorm? En of we andere begeleidende verschijnselen aan de ogen zien, zoals een ptosis, een proptosis of roodheid van het oog. In dit geval zie ik dat allemaal niet en zijn de pupillen even groot, zo'n 5 mm, en hebben ze een normale ronde vorm. Stap 2 is het beoordelen van de directe lichtreactie. Een lichtreactie van het oog waarop je schijnt, waarbij er een meiosis van het oog optreedt. Dan gaan we nu eerst beoordelen naar het linkeroog en dat doe ik enkele keren. Hierbij zie ik een vlotte lichtreactie in de vorm van meiosis van het oog. Hetzelfde bied ik aan het rechteroog. En daarbij zie je een even grote en even vlotte reactie in de vorm van meiosis van het oog. Ergens is een normale, directe lichtreactie en in rust zien we geen afwijking aan het oog. De volgende en derde stap is het beoordelen van de indirecte of consensuele lichtreactie, waarbij je het oog beoordeelt waarin je niet schijnt. Daar verwacht je een even snelle en even volledige verkleining van de pupil te zien als in het beschenen oog. Die is hier ook vlot en evenredig aanwezig. Dan doen we hetzelfde voor het rechteroog. Zie je ook een vlotte en sterke verkleining van de pupil aan de contralaterale zijde. Stap 4 is de swinging flashlight test, waarbij je alternerend de pupil van beide ogen 3 seconden belicht. Deze is afwijkend als er sprake is van een zogenaamd relatief afferent pupildefect, zoals je kan zien bij een nervus opticus lesie die niet volledig is. Op het moment dat je dan alternerend de ogen beschijnt, krijg je een paradoxale verwijding zodra er licht in de pupil van het aangedane oog komt. In deze fysiologische omstandigheden verwachten we dat zodra het licht het oog raakt, er aan beide zijden een verkleining optreedt. De relatief afferent pupildefect verwachten we dus niet. En we kijken hier naar de swinging flashlight test. Dan zie je beiderzijds een vlotte verkleining van de pupil zodra het licht het oog raakt. De vijfde en laatste stap is het beoordelen van de accommodatiereflex. De
Dus het kleiner worden van de pupil bij accommoderen, oftewel convergeren van de ogen. Dit doe je door de patiënt naar het puntje van je vinger te laten kijken, terwijl je die dicht bij de neus houdt. Kunt u eens naar het puntje van mijn vinger kijken? Zie je beiderzijds een vlotte pupilverkleining. Nog een derde keer. Als er wel een pupilverkleining is op accommodatie, maar niet op licht, kan dit passen bij zeldzame neuroinfectieziektes zoals neurolues. Dit is een zeldzame bevinding en over het algemeen is er, als er reactie is op licht, ook reactie op convergentie en andersom. Dit zijn de 5 stappen om de pupillen te beoordelen. Dank jullie wel voor je aandacht.